fijn dat u er weer bij bent. Vandaag de 9e aflevering van Taalklas.nl. We gaan het hebben over vrije tijd. We beginnen met een filmpje. Kijkt u mee? Tijd is out of mind. Ik ga. Ik ga. Ik ga naar het zwembad. Zwembad? Ja, het is zaterdag vandaag. Lekker vrij. Ja, lekker vrij. Nou, ik blijf thuis. Is er nog melk? Kijk maar in de keuken. Kijk maar in de koelkast. Doeg, ik ga. Lekker vrij. Dus ik glij van de glijbaan lekker vrij. Wie? Ik. Oh, zij. Lekker vrij. Dus hij glijdt van de glijbaan van de glijbaan. Lekker vrij. Dus hij glijdt van de glijbaan lekker vrij. Lekker vrij. Dit is het zwembad. Op zaterdag ga ik naar het zwembad. Elke week. Kom mee, dan laat ik het zwembad zien. Dit is de kassa. Hier koop ik een kaartje. 1 kaartje alsjeblieft. 3,30 euro alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb een kaartje. Nu naar het kleedhokje. Dit zijn de kleedhokjes. Dit is mijn handdoek. En dit is mijn badpak. Die ga ik nu aantrekken. Nee, buiten blijven. Nee. Ik ga. Zit je nou nog in je pyjama? Ja. Het is 12:15 en jij zit nog in je pyjama. Ja, het is zaterdag, ik ben vrij. Ik ben ook vrij, ik ga naar de bibliotheek. Ja, naar de bibliotheek, ik ga een boek halen. Kijk liever televisie. Zijn er nog rozijnen? Naast de koelkast. Doei. Doei. Dit is de bibliotheek. Hier kom ik elke week, want ik lees heel veel. Gewone boeken, stripboeken. Nou kom, ik laat het je zien. Dit is een boekenkast en hier staan de stripboeken. Maar ik neem vandaag een gewoon boek. Deze neem ik. Goedemiddag. Dag mevrouw. Alsjeblieft. Dank u wel. Een boek lenen. Met deze kaart mag ik het boek lenen. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Tot volgende week. Tot de volgende keer. Dag. Nou ja, zit je nou nog in je pyjama? Hij zit nog in zijn pyjama. Nou ja, het is zaterdag. Lekker vrij. Ja. Zijn er nog rozijntjes? Nou. Nee, ze zijn op. Op? Ja, zie je toch, ze zijn op. Nou, ga maar halen dan. Hop, van de bank. Hopsa. Halen? Ja, halen. Ja, maar ik sta dan in mijn pyjama. Het is lekker weer. Vandaag 3 cursisten bij mij in de studio. Kular, Idris en Doré. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Hey Idris, zou jij kort kunnen vertellen waar het filmpje over gaat? De film gaat over vrije tijd. Ja. Over een zaterdag. Ja. En er waren 3 vrienden. De ene was de hele tijd thuis blijven zitten. En lekker voor de televisie. Ja, kijk naar de televisie. En die ene ging naar het zwembad. De andere naar de bibliotheek om een boek te lezen, ja, lenen. Juist, dat was hun invulling van de zaterdag. Ja. Nou, we gaan het vandaag hebben over vrije tijd. We gaan beginnen met de eerste oefening. Ik noem een woord en jullie moeten zeggen welk plaatje erbij hoort. Het eerste woord is de rozijnen. De rozijnen. Gular. Op welk plaatje zie jij de rozijnen? De rozijnen staat op plaatje 2. Plaatje 2 zie je rozijnen. Hè? Die zat die jongen in het filmpje te eten. Gula, de boekenkast. De boekenkast. De boekenkast staat plaatje 1. Juist. Plaatje 1 is de boekenkast. Het zwembad, Gula. Het zwembad. Het zwembad staat plaatje 1. Plaatje 1. Nee. Het zwembad. Sorry, plaatje 3. Plaatje 3 is het zwembad. En wat zien we op plaatje 1? Zwempak. Zwempak. Het lijkt een beetje op elkaar, maar... Het stripboek, Idris. Het stripboek.
Ik zie het stripboek op plaatje 1. Plaatje 1 is het stripboek, hè? Een boek met allemaal plaatjes. De televisie. De televisie, Idris. Ik zie de televisie op plaatje 1. Op plaatje 1. En zie je toevallig ook wat er te zien is op de televisie? Was een klas. Wat? Taalklas. Juist. Het badpak. Het badpak, Idris. Het badpak, ik zie het badpak op plaatje 2. Juist, het badpak op plaatje 2. De bibliotheek. De bibliotheek, Doree. Die bibliotheek is op plaatje 3. Juist, dat is de bibliotheek. De koelkast. De koelkast, Doree. Die koelkast staat op plaatje 1. Juist, dat is goed gevuld, hè? Ja hoor. En de laatste, die zijn voor u. De badjuffrouw. De badjuffrouw. Plaatje 1, 2 of 3. Kular. De badjuffrouw. De badjuffrouw staat tweede plaatje. Op het tweede plaatje zien we de badjuffrouw. Juist. De pyjama. De pyjama. Wat denkt u? Plaatje 1, 2 of 3? Nou, Kular, wat ziet eruit als een pyjama? Plaatje 1. Juist, plaatje 1 is de pyjama. En de laatste voor u. De zwembroek. De zwembroek. Plaatje 1, 2 of 3. Kular? De zwembroek staat op plaatje 3. Juist, plaatje 3 is de zwembroek. De volgende oefening. Is deze zin goed of niet goed? Geef het goede antwoord. Idris, de man kijkt naar de televisie. Is dat goed of niet goed? Dat is wel goed. Goed. Juist. We zagen in het filmpje dat hij daar lekker op de bank lag televisie te kijken. De vrouw gaat naar het zwembad, Doree. De vrouw gaat naar het zwembad. Ja, dat is wel goed. Dat is goed. Juist. Ze gaat lekker zwemmen. De vrouw trekt een zwemband aan. Doree, de vrouw trekt een zwemband aan. Nee, is niet goed. Niet goed? Waarom niet? Omdat zij moet zwempakje aantrekken. Zwempak. En kan, weet je ook wat een zwemband is? Ja, om die band die ronde band. Ronde band. Ja. Die mensen die leren om te zwemmen, die moet je trekken. Ja, en dan blijf aantrekken. Je drijven, dan blijf je boven water. Ja. Of kleine zwembandjes. Ja, maar precies. Dit is een zwempak. Ja. Goed gezien. Idris, de vrouw staat in de keuken. De vrouw staat in de keuken. Is dat goed of niet goed? Dat is niet goed. Niet goed. Waar staat ze dan? Staat in de bibliotheek. Juist. Boeken uit te kiezen. Dit is een badjuffrouw. Dit is een badjuffrouw. Gular. Dat is... Is dit een badjuffrouw? Ja, dat is goed. Een badjuffrouw. Nee. Niet goed. Het is een man. Hè? Dat noemen we een badmeester. Ja. Dus het is niet goed. Hè? Als er een vrouw had gestaan, dan was het een badjuffrouw. Maar een man noemen we badmeester. En de laatste is voor u. De man zit in zijn pyjama. De man zit in zijn pyjama. Is dat goed of niet goed? Kular. Dat is wel goed. Is goed. Hè? Die ligt daar lekker op de bank in zijn pyjama. We gaan verder met het oefenen van enkelvoud en meervoud. Ik zal het even uitleggen. Kijk, deze woorden zijn enkelvoud en deze woorden hier zijn meervoud. Je hebt bijvoorbeeld één boek. Als je twee boeken hebt, dan plak je en daaraan vast. Dan heb je twee boeken. Eén bank, plak je en daaraan vast, dan krijgen we het meervoud vier banken. Dus hier maken we het meervoud door er en achter te plakken. Maar bij een beker thee krijg je twee bekers thee. Hier plakken we een S erachter. En bij een zomer krijg je 10 zomers. Dan plak je er weer een S achter. Dus de ene keer plak je er en achter en de andere keer een S. Het is best een beetje lastig, dus laten we maar mee gaan oefenen. Zeg de woorden in het meervoud. Doree, de eerste is voor jou. Eén boekenkast, twee boekenkasten. Juist. Met en. En erachter. Ja. Nog één voor jou, Doree. Eén rozijn, 100. Rozijnen met en. Juist. Idris,
1 zwemband, 4... Zwembanden. Juist, 4 zwembanden. Deze is voor u. 1 koelkast, 2... Wat denk jij, Idris? Koelkasten. Juist, 2 koelkasten. En nog één voor u. 1 fiets. En het meervoud van fiets, Idris, 2... Fietsen. 2 fietsen, juist. Guder, 1 televisie, 2 televisies. Juist, met S. Met een S erachter. 1 televisie, 2 televisies. Nog één voor jou. 1 badmeester, hebben we die badmeester weer? 2 badmeesters. Juist, 2 badmeesters. Idris, 1 kleedhokje. En 4 kleedhokjes. Juist, 4 kleedhokjes. En Idris, 1 emmer, 10 emmers. Emmers. Juist, niet emmeren of zo, maar emmers. Emmers, ja, S komt achteraan. En deze zijn weer voor u. 1 zomer, 2, wat zou het zijn, Doree? Zomers, met S. Met een S, 2 zomers. Ja. Nou, en nu gaan we die EN en S door elkaar gooien. Ja. 1 badmeester. Nou, wat is het meervoud van badmeester, Doree? Badmeesters, met S op het einde. Die heb je helemaal goed. Ja. Nog één voor jou. 1 zwemband, 2... Zwembanden, met EN op het achter. Juist. Ja. Idris, 1 rozijn, 3... Rozijnen. Juist. He, en hij had er wel meer dan 3 op. Hm. 1 zomer, 2 zomers. Zomers, juist. Kular, 1 meisje en 5 meisjes. 5 meisjes, juist. 1 fiets en 2 fietsen. 2 fietsen, heb je goed. En de laatste zijn voor u. 1 televisie, 2 televisies of televisien, wat is het? Doree? Televisies, met S op einde. Televisies, juist. Nee. 1 stripboek. Wat denkt u, wat is het meervoud van stripboek? Stripboeken. Juist, Doree. 2 ja. Stripboeken. Ja. En nog één voor u. 1 koelkast en 2... Koelkasten. 2 koelkasten, juist. Vind je het moeilijk? Nee hoor. Nee? Nee. Nou, hopelijk u ook niet. Stel je voor dat jullie morgen zomaar een vrije dag hebben. Güler, wat zou jij gaan doen morgen? Je wordt wakker, je hoeft helemaal niks te doen. Wat zou jij dan het allerliefste willen doen? Eerst lekker douchen. Ja. Dan lekker ontbijten. Ja. En aankleden. TV kijken. Lekker tv kijken. Ja. En rozijnen eten of iets anders. Iets anders. Iets anders. Ja. En jij, Idris? Ik ontbijten. Aankleden, naar het zwembad gaan. Naar het zwembad? Ja, ik hou van zwemmen. Leuk, leuk. Ik ga wel naar zwemmen ook. Leuk. En jij, Doree? Ik hou van tv kijken. Ja? Ja. Dus ook op de bank in je pyjama? Ja, precies. Lekker. Ja, ik moet genieten van vrije dag. Ja, lekker ja. Hè, die vrije tijd. Ja, precies. Laten we gaan kijken en luisteren naar een liedje over vrije tijd. Lekker vrij, dus ik glij van de glijbaan, van de glijbaan. Lekker vrij, dus ik glij van de glijbaan, lekker vrij. Wie? Ik. Oh, zij. Lekker vrij, dus hij glijdt van de glijbaan, van de glijbaan. Lekker vrij, dus hij glijdt van de glijbaan, lekker vrij. Lekker vrij, dus ik lees in mijn stripboek, in mijn stripboek. Lekker vrij, dus ik lees in mijn stripboek, lekker vrij. Wie? Ik. Oh, zij. Lekker vrij, dus hij leest in mijn stripboek, in mijn stripboek. Lekker vrij, dus hij leest in mijn stripboek, lekker vrij. Lekker vrij, dus ik kijk. Televisie, de televisie. Lekker vrij. Dus ik kijk televisie, lekker vrij. Wie? Ik. Oh, hij. Lekker vrij. Dus hij kijkt televisie, de televisie. Lekker vrij. Dus hij kijkt
televisie lekker vrij. Lekker in het weekend, vrij, vrij, vrij. Zaterdag en zondag, vrij, vrij, vrij. Niet op maandag, dinsdag, woensdag zijn we vrij. Niet op donderdag en vrijdag zijn we vrij. Op die dagen werken wij lekker vrij. Dus ik drijf in het water van het zwembad. Lekker vrij. Dus ik drijf in het water lekker vrij. Wie? Ik. Oh, zij. Lekker vrij. Dus zij drijft in het water van het zwembad. Lekker vrij. Dus zij drijft in het water lekker vrij. Lekker vrij. Lekker vrij. Lekker vrij. Wat doe jij? Nou, die hebben in ieder geval een gezellige zaterdag. Hè? Ja. Gezellig. We zijn bezig nog met werkwoorden. Doré, kan jij misschien uitleggen wat werkwoorden zijn? Werkwoord, daar, waar kan je zien die mensen wat doet? He, wat ze doen, ja, juist. Dat is werkwoord. Ja. Krant lezen, dat is ook werkwoord. Lopen, dat is ook werkwoord. TV kijken, kijken is werkwoord. Ja, zo, nou, zo perfect is het. Perfect uitgelegd, ja. Denk ik. Hè? Dat zijn actiewoorden, doewoorden, ja. En belangrijke woorden. Dus ja. We gaan nog maar eventjes oefenen. Kies het goede woord. Jij, puntje, 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 je eten op. Gular. Jij, puntje, puntje, je eet op. Pan, rozijnen, hè, weer die rozijnen. Of eet. Jij eet je eten op. Jij eet je eten op, juist. En eet noemen we het werkwoord. Hij, puntje, 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 zijn zwembroek mee, Gular. Neemt, badmeester of misschien stripboek. Hij neemt zijn zwembroek mee. Juist, hij neemt zijn zwembroek mee. Hè. Als je naar het zwembad gaat, is het wel handig dat je een zwembroek bij je hebt. De moeder, puntje, 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 het kind voor Idris. Leest, klok of boek? De moeder leest het kind voor. Juist, hè. De moeder leest het kind voor. Hè. Uit een boek, maar ze leest voor. Juist. Deze is voor u. En u heeft weer een lastige, zie ik. Ik, puntje, 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 mijn strippenkaart, puntje, puntje, puntje. U kunt kiezen uit zwem, bad of keuken, vast of stempel, af. Wat is het goede antwoord? Doré. Ik stempel mijn strippenkaart af. Juist, ik stempel mijn strippenkaart af. Dat is weer een gek werkwoord, hè? Ja, omdat het is... Split in twee dingen. Ja, het zit in tweeën gesplitst. Juist, stempel en af. Maar het is toch één werkwoord. Eén werkwoord. En nog één voor u. Wij, puntje, 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 het zwembad al. U kunt kiezen uit zien, zomer of badpak. Doré, wat denk jij? Wij zien het zwembad al. Juist, wij zien het zwembad al. We gaan verder met nog een werkwoordoefening. Welke zin is goed? Doré, zou jij deze drie zinnetjes voor willen lezen en daarna willen zeggen welke zin goed is? Ik eet rozijnen. Ik eet rozijnen. Ik eet rozijnen. Ja. Dus nummer 2, ik eet rozijnen, is goed. Ik omdat eet rozijnen. Rozijn. Nee. Juist. Ja. Ja. Hè, ik eten, we gebruiken niet en. Nee, dat is meervoud. Juist. En 2 T's? Is ook niet. Nee. Dus ik is enkelvoud en eet pas met die enkelvoud. Perfect. Ja. Idris, zou je de zinnen voor willen lezen? Jij ziet de badmeester. Jij ziet de badmeester. Jij ziet de badmeester. Welke is de nummer 1 is goed. Je ziet de badmeester. We hebben jij, dus er komt een tweede persoon T. Is T erachter. Perfect, goed. Voor jou, Gular. Hij rijdt in de auto. Hij rijdt in de auto. Hij rijden in de auto. Goeie zin, tweede. Hij rijdt in de auto. Komt het T. Hij rijdt in de auto. En zie je dat je een D hebt en daarna een T? Ja. He, maar toch, omdat het die hij-vorm is, krijg je altijd een extra T erbij. Ja, dus ook als er al een D staat. Ja. Juist, goed gedaan, Gular. De laatste, die zijn voor u. Ik lees ervoor. Wij glijden van de glijbaan. Wij glijdt van de glijbaan. Of wij glijdt van de glijbaan. He, hier is met DT, een D en hier EN erachter. Welke zin is goed? Doré.
Wij glijden van de glijbaan, omdat het meervoud is. Juist, en dan gebruiken we EN. Ja. Nog één voor u. Jullie voetbalt op straat. Jullie voetballen op straat. Of jullie voetbal op straat. Welke zin is goed? 1, 2 of 3? Doreen, geef jij het goede antwoord. Jullie voetballen op straat is meervoud weer en op het einde EN. Juist. Ja. In de volgende oefening moet u het goede woord kiezen. Wat is goed? Eet ik rozijnen over of eet ik rozijnen op? Gebruiken we het woordje over of op? Idris. Eet ik rozijnen op? Ik eet de rozijnen op, juist. Nog even jou, Gudar. Kan een televisie uit en in of uit en aan? Dus kan een televisie uit en in of uit en aan? Kan een televisie uit en aan. Uit en aan. Hè? Een televisie kan uit en aan. Juist. Idris, gooi je afval in de prullenbak of uit de prullenbak? Dus gooi je afval in de prullenbak of juist uit de prullenbak? In de prullenbak. In de prullenbak. Hè? Je gooit het erin. Misschien dat je het er later uitgooit, hè, als je hem leegt. Ja, je kan ook uitgooien. Maar in principe gooi je afval in de prullenbak. Juist. Ik heb er nog één voor u. Wat doe je? Trek je je zwembroek in of aan? Hè, dus zeg je, ik trek mijn zwembroek in of zeg je, ik trek mijn zwembroek aan? Doree, wat denk jij? Ik trek mijn zwembroek aan. Juist, die heb je goed. Ja, dit is alweer de laatste oefening, de puzzel. Kijkt u mee. We hebben de zinnen. Je kunt er boeken lenen. Het eten blijft er koud in. Taalklas.nl, kijk je erop. Hij werkt in het zwembad. Een boek met plaatjes. En je draagt het als je slaapt. En we hebben de woorden badmeester, bibliotheek, pyjama, stripboek, koelkast en televisie. Nou, wat hoort bij elkaar? Idris, zou jij willen beginnen? Ja. Je kunt er boeken lenen. Bij een bibliotheek, je kan wel een boek lenen. Ja, daar kan je wel een boek lenen, ja. Juist. Hé, Idris, het eten blijft er koud in. Het eten blijft in de koelkast koud. Juist. De koelkast, hier onderaan staat die. Ja. Gudar. Taalklas.nl, kijk je erop. Televisie. De televisie, juist. En Gudar, hij werkt in het zwembad. Badmeester. De badmeester. Elke keer heb jij hem. Deze is voor u. Een boek met plaatjes. Een boek met plaatjes. Doree, wil jij de mensen thuis helpen? Een boek met een plaatjes in een stripboek. Een stripboek, juist. En de laatste voor u. Je draagt het als je slaapt. Je draagt het als je slaapt. En Doree draagt het ook op zaterdag, geloof ik. Ja hoor. En wat is dat? Dat is slaappak. Ja, en hoe noemen we dat ook al? Je pyjama, ja. Juist. Nou, dat was alweer de puzzel. Ja. Het zit er alweer op voor vandaag. Deze aflevering is alweer klaar. Ik wil jullie drie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u er weer veel van geleerd heeft. En wilt u nog meer leren? Kijk dan gewoon de volgende keer weer naar taalklas.nl. Tot dan!